Gisteren heel sterk begonnen. Fijn om kampioenschap met vertrouwen tegemoet te gaan. Vandaag toch wel, ja, toch wel teleurstellend, 8 startpunten eigenlijk. Vooral heel goed begon, het eerste deel van het parcours. En ja, toch een lang parcours vandaag. En leek dat de kracht misschien aan het einde van het parcours iets weg was. En, waardoor we twee hopelijk niet kostbare, maar tot nu toe kostbare springfouten krijgen. Ja, het is op het gras hier. Maakt dat ook nog iets anders? Nee, normaal in het geval van Lionel niet, denk ik, heeft genoeg ervaring. Heeft al veel graspistes over de Europa en de wereld gesprongen eigenlijk. Hij voelt zich heel goed op het gras. Nogmaals, ik vond dat hij verder ook goed sprong. En ja, nu de kunst om morgen ons te herstellen met een goede ronde. Ja, want vind jij het anders op gras rijden? Moet je ergens anders rekening mee houden bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nogmaals, ik heb ikzelf ook en Lionel samen genoeg wedstrijden op de grote graspistes gereden. Dus dat mag het probleem niet zijn. Hoe vind je het hier? Schitterend. Hele mooie locatie. Ik denk dat de organisatie echt een geweldig job gedaan heeft tot nu toe. En dat zeker ook de volgende dagen gaat doen. We hebben er mooi weer bij. Dus, het is nu wachten op goede resultaten. We hebben gelukkig nog drie sterke routes te gaan. En hopelijk ben ik dan vandaag streepresultaat. En dan gaan we er morgen weer tegenaan. Hoe heb je naar de heren gekeken in Tokio? Ja, thuis natuurlijk, zoals bijna iedereen. Dat is echt een fan? Ik heb zeker. Ik ken natuurlijk mijn collega routes allemaal stuk voor stuk hartstikke goed. En ik gun ze alle het beste toe. Ze zaten er uiteindelijk heel dichtbij met de vierde plek in het landenteam. En natuurlijk brons van Michael was geweldig. Geweldige prestatie. Super verdiend en ja, hartstikke mooi om dat voor de tv te zien. En voor jou ook mooi dat je dan mee naar het EK mag, meteen daarna. Ja, zeker. Het is een kans om mij te laten zien op een kampioenschap. Natuurlijk, als kampioenschap is hartstikke mooi. Dicht bij huis, veel bekende. Op zo'n mooie locatie. Dus ik weet zeker dat het een hele spannende sport gaat worden en mogen de beste winnen. Nog tot slot over het parcours van vandaag. Heb je nog dingen dat je zegt tegen je collega's van let daarop? Ik heb alleen natuurlijk in het begin een aantal combinaties kunnen zien. De proef lijkt wel te doen. Er zijn wel een aantal foutlozen. Ik denk dat er veel fouten gemaakt worden in de laatste dubbelsprong, de okse-okse. Zoals ik het bekeken heb. Jij ging ook lang goed. Ja, precies. Nogmaals, hij voelde goed aan en ik vond dat hij daar naartoe heel goed sprong. Dus het is jammer dat het dan op het einde misgaat. Maar ja, elke fout telt. En ja, we hebben nogmaals gelukkig nog 3 sterke routes te gaan. En daar kijk ik met vertrouwen naartoe.